Ook zo genoten van het weer afgelopen weekend en vooral natuurlijk van de zondag, want toen was het zonnig en de temperaturen liepen op naar 10 graden. Ook druk gebleven en dat is heel mooi op zo'n rustdag. Maar we zitten in de week en het is ook vrij rustig begonnen. Afgelopen nacht waren er nog wel wat opkloring, kwam de temperatuur zo rond de 1 tot 2 graden nu en op beschutte plaats wat vast aan de grond. Maar de dag op zich liep ook vrij rustig met de meeste zon wat in de middaguren. Temperaturen ook weer rond de 10 graden. En niet al te veel wind uit de richtingen. De foto dan is opgestuurd Geef ook een beetje weer hoe het is. Een beetje onbewerkte land met een bewolkte lucht op de achtergrond. De zichten op zich wel goed. Wil je ook een foto opsturen dan kun je naar foto.gerritsweerpraat.nl Vandaag is ik met de Weaproad op een heel mooi plekje tussen Kilder en Zedam, Hettenheuvel. heet staat hier en hier staat hij mooie vergezichten over de Achterhoek. kun je wel zeggen. Brand ligt daar. dat is ook mooi te zien met de muil op de achtergrond. En je heel wiet weg kijkt, ja dan zie je ook nog mooie boerderijen liggen. En wat ook nog een beetje opvalt, je een beetje tussen de Beumdeur kijkt, dat is de verlichting van het Graadschapstadion. Ja, dat is ook het enige. Elk beetje van de graadschap had het nou overal, nu erg overal bovenuit kick. Ja, en dan gewoon nog het weer natuurlijk doen. Want vanavond en de komende nacht hebben we ook redelijk veel bewolking. Er zijn ook wel een paar opkloringen. De temperatuur daalt nog een graad of drie. En morgen, dan hebben we wel wat meer zon dan vandaag. Of dag blijft in ieder geval druk. En de temperatuur die komt dan nu op zo rond de 10 tot 11 graden. En de wind die is ietsjes meer dan vandaag. Maar een hele mooie dag helder voor de boeg. In de avond, dan valt er langzamerhand wat regen. Vanaf woensdag blijft het ook voorlopig zacht weer, want bijna elke dag de temperaturen wel in de dubbele cijfers, en het is ook zo dat er van de nacht naar de woensdag toe ook al wat neerslag valt, terwijl het overdag... Oh. oh, dat is trouwens ook wat. Hallo Piet. Ja, met Gerrit. Ja, ja, nee. Nee, kwets, nee. Je hoeft voorlopig niet te zeggen dat het uh, gaat vriezen, want daar heb ik het er nou ook nog over: dat het uh, druk bleef wat dagen of dag althans en dat het s'nachts uh, gaat regenen. Maar ja, bij jullie in het noorden kun je voorlopig ook geen vorst, je hoeft niet bang te zijn. Ik denk dat ze eerder uh, zwembandjes uh, kunt gaan kopen dan uh, schaatsen. Hè? Ja. ja, nou, hij niet helemaal vertrouwen. die beeld me gewoon weer. En anders. Uh, ja, dan moet je me gewoon even naar Focus TV kijken. Dat is de weer ook elke dag op. En dan uh, kun je het zo even volgen. Maar het is echt niet wet. Je mag niet altijd mailen en bellen. Daarbij, Piet. Ja. Hé, hey, we spreken elkaar nog. Goed gedaan. Nou, dan heb weer zo'n klant. niet weet niet wat te vertellen, Mart. Maar in ieder geval, uh, ik zei het al: de komende dagen blijft het zacht met temperaturen van rond de 10 graden. En s'nachts tussen de 3 en de 5. Ja, en woensdag en donderdag wat minder zon erbij. En vrijdag weer wat uh, meer zon. En dan wordt het soms wel wat helder. De duurder kan de temperatuur overdag net tegen het vriespunt aan zitten. Maar over het algemeen zacht weer. En als ik heel wit wegkijk, februari veel zacht. Maar het ligt er ook al op dat maat ook niet graag met wil doen aan de winter. Maar dat hoeft van dan ook niet meer. Goed gedaan.